gepaard met een lach. Roos Dyson. Gepaard met een lach, dat zal ongetwijfeld een vrolijke betekenis hebben. De man die in de piste verschenen is, is ook een vrolijke noot hier aanwezig op het Horse Event. Laurens van Lieren. Ja, een beetje collega's zijn we toch, Laurens? Ja, die zwijgt hem toe. Deze microfoon staat waarschijnlijk nog niet aan. Roos, waar gaan we naar kijken? Want je hebt niet zomaar iemand meegenomen. Nee, we gaan jouw geluid ook een beetje harder zetten. Ja, kan Laurens, iedereen je horen? Laurens, die mag ook even geluid krijgen. Ja. Laurens, welkom. Ja, dankjewel. Oh ja, ik ben te verstaan. Ja, we zijn er. Oké. Okay. Nou, leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag laten zien hoe wij werken. Daarover later nog iets uitgebreider wat meer. Jullie zitten misschien allemaal lekker op je stoel. Maar het is wel leuk als jullie even een klein beetje actief meedoen met deze clinic. Dus als je op je stoel zit, ga dan even lekker op het puntje van je stoel zitten. Op je twee zitbenken nog los. Check even of je links en rechts gelijke druk hebt, want een echte houding en zit van naad. Die wil gelijke druk op zijn twee zitbeenknobbels voelen. En dan heb ik jullie letterlijk op het puntje van je stoel. Maar ik wil jullie ook graag spreekwoordelijk op het puntje van je stoel. Want ik wil graag dat jullie in deze clinic iets meenemen. Inspiratie. Wat je de rest van je leven niet meer vergeet. Ja? Want hoe je zit is hoe je inwerkt. Dus ik neem aan als je hier zit te kijken dat je ruiter bent of instructeur bent of allebei. En ik merk dat het belang van houding en zit vaak nog een soort van ondergeschoven kindje is. En ik wil eigenlijk beginnen met dus even het verhaal te vertellen. Hoe het zo gekomen is dat een snotneus als ik, die net in de Prins en George een winstpuntje bij elkaar gesprokkeld kreeg, iemand lesgeeft als Laurens, die ik eigenlijk toentertijd alleen maar kende van televisie en van de hoefslag. Ja, hoe kan het dan dat ik hier les sta te geven en niet andersom? Gebeurt overigens ook wel eens andersom, maar daar gaat het nu niet over. Dus dat verhaal wil ik eventjes doornemen. Daarna gaan we lekker aan de slag. En dat verhaal is eigenlijk begonnen bij mij met dat ik op een goede dag iets meemaakte, waardoor dat mijn kwartje viel van verrek, ik zit mijn paard in de weg. Dat is een lang verhaal, dat is wel een heel leuk verhaal, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Wil je dat verhaal horen, kom dan straks even naar de stand van Eris. Kan ik dat even in geuren en kleuren vertellen. Maar goed, mijn kwartje was dus gevallen. Dat was dus ook een levensveranderend kwartje, wat daar viel. Die ik jullie ook graag mee wil geven. En ik kwam er dus achter dat ik mijn paard in de weg zat, dat ik dat allemaal beter moest doen. Ik wilde meer leren over houding en zit en inwerking vanuit je zit. En toen ging ik zoeken. Ja, en nu denk je, ja, weet je, kijk maar hier rond. Er is ontzettend veel te leren van op allerlei manieren over die houding en zit. Maar ik heb het over een jaar of 15 geleden. En toen had je John Swaap en ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Uiteindelijk kwam ik door een heel klein advertentietje in de paardenkrant. Die advertentie zit tot op de dag van vandaag nog steeds in mijn portemonnee. Kwam ik terecht bij Anne Muller van Akasha Rijkunst. Die heeft toen een opleiding ontwikkeld over houding en zit, biomechanica. En Anne was in der tijd, ik wist het gelijk, ik dacht nou dit is wat ik zoek. Dus ik ging die opleiding doen. Maar Anne was in die tijd eigenlijk een beetje een roepende in de woestijn. Toen nog. Nou, ik heb die opleiding voltooid. Ik ben met haar mee gaan roepen. Samen met nog een klein clubje mensen. Anne Muller is nu eigenlijk een beetje de kant van de wetenschap op. En doet daar toch ook wel baanbrekend werk. En ik kwam uit de sportwereld. Dus ik dacht, nou, ik heb dat meegenomen in de sportwereld waar ik toen in zat. En ik dacht dus eigenlijk uiteindelijk alleen maar van, ja, waarom heb ik dit nooit eerder geleerd? Dit is gewoon een gat in de ontwikkeling van iedere ruiter, iedere instructeur, ieder jurylid. Dus toen ik daar een beetje mijn draai in had gevonden, in mijn werk, in mijn lesgeven, in mijn rijen, dacht ik van, ja, ik zou hier dan wat meer mee willen, dat dit dus onderdeel wordt van de paardensport.
En toen had ik het idee om te kijken van, nou, misschien kan ik een samenwerking aangaan met een ruiter die al bekend is, om eigenlijk van daaruit dat wat bekendheid te gaan geven. Maar goed, hoe kom ik aan een ruiter, hè, die dat wil? Nou, tot op een dag, er was een clinic in Beuningen, waar op toendertijd allemaal innovatieve dingen waren, teugeldrukmeter en zo, dat was toendertijd allemaal nog nieuw. En daar was Laurens aan het werk met een combinatie met een teugeldrukmeter. En Laurens liet die combinatie wat schakelingen doen en iedere keer als die ruiter naar voren reed, liep die teugeldruk op. En dat kwam dus omdat die ruiter eigenlijk achterover zat, achter de beweging zat. Paard reageerde netjes op de beenhulp, maar de ruiter kon die reactie niet goed volgen. Kwam het in de teugels te hangen, teugeldruk liep op. Alleen, Laurens gaf het paard de schuld. Want zo gaat dat meestal, het paard krijgt meestal de schuld. Nou, toen was het op een gegeven moment was het pauze. En ik heb gewoon Laurens even letterlijk op zijn schouders getikt. Van, hé Laurens, ik ben die en die, ik doe dat en dat. Zou je met me samen willen werken? Ik heb dat voorbeeldje genoemd van die teugeldrukmeter en die ruiter die eigenlijk achter de beweging zat. En godzijdank, hij zei niet gelijk nee. Hij zei, nou, dat zou ik dan wel eens willen proberen, kom maar een keer. Dus ik naar Laurens toe. Ik weet niet of hij dat toen expres heeft gedaan, maar ik kreeg een ruiter die echt picture perfect netjes zat. Veel beter kan je niet wensen. En daar mocht ik mee aan de slag. Maar het leuke van dit werk is, het gaat niet alleen om dat mooie plaatje. Het zijn soms zulke subtiele dingen, zoals bijvoorbeeld een beetje verandering in spiertonus, die voor het paard het gigantische verschil maken. Dus zo was dat ook bij deze Amazone. Super netjes, maar zo'n beetje strak in de rug. Net wat te weinig die buikspieren erbij. Die hand mocht net een beetje mooier van zich afgeduwd. En daar ging ik aan werken. En ik zweer je, als je een foto voor en een foto na had gemaakt van die Amazone, had je geen verschil gezien op de foto. Maar het paard veranderde wel degelijk behoorlijk spectaculair. Nou, Laurens had dat ook gezien en ik mocht door naar de volgende ronde. En die volgende ronde was dat we dus samen clinics gingen geven. En wat we dan dus doen is dat we samen in de baan staan. En ik doe de aanwijzingen voor de houding en zit en inwerking. En Laurens doet de aanwijzing rijtechnisch. En ik kan me nog heel goed herinneren, dat is natuurlijk ook allemaal een beetje spannend, want het was nieuw. En die clinic was afgelopen. En Laurens zegt tegen mij, nou, ik weet niet wat de deelnemers ervan vonden, maar ik heb veel geleerd vandaag. Nou, vond ik een heel leuk compliment. Was overigens natuurlijk andersom ook, want Laurens is echt die kei in het in balans brengen van het paard en het paard de oefeningen geven die hij op dat moment nodig heeft om beter te worden. Dus het is gewoon superleuk als je op die manier gewoon van elkaar kan leren. Gewoon in het veld, voeten in het zand, in de baan, samenwerken. Dan krijg je een soort 1 plus 1 is 3 formule. Nou, deelnemers waren ook heel blij. En de clinics hebben we dus, die hebben in de coronatijd was dat wat minder, maar die hebben we dus vrij vaak samen gedaan. En nu pakken we dat ook weer op. Maar goed, toen, ik zag Laurens natuurlijk regelmatig rijden. En ik zag wel wat dingen waarvan ik dacht, nou, daar zou ik eigenlijk wel wat aan willen sleutelen. Maar ja, wie ben ik? Ik durfde dat eerst niet te zeggen. Ja, dat zal hij wel niet denken, hè? Ik weet niet meer precies hoe dat toen gebeurd is, maar ik heb er blijkbaar ooit dus een keer toch wel zoiets uitgeflapt. Want volgende maand is het 5 jaar geleden dat we de samenwerking zijn begonnen, dat ik hem begeleid op gebied van houding en zit. En dat is gewoon leuk. Laurens is heel leergierig daarin. Die is heel snel van begrip. En dat is gewoon super fijn samenwerken. En mijn plan om dus eigenlijk die houding en zit wat meer aandacht te geven, dat is geloof ik ook wel gelukt, want we staan nu hier. Laurens, kun jij misschien vertellen hoe voor jou die verandering heeft plaatsgevonden? Of wat jij merkt, zeg maar, sinds wij deze samenwerking hebben? Ja. Ik vind jouw eerste deel van het verhaal, wat je nu overgeslagen hebt, dat is eigenlijk wel een interessant stukje, want dat had te maken met mijn vader.
En dat mijn vader aanwijzingen gaf waar jij veel aan had. En mijn vader is natuurlijk heel belangrijk geweest in mijn opleiding. In mijn, het opleiden van mij als ruiter. En mijn vader was ook altijd wel echt met houding en zit bezig. Niet zo specifiek als jij, niet zo gedetailleerd en niet zo, wat ik wil zeggen, wetenschappelijk onderbouwd. Maar wel degelijk vanuit de praktijkervaring om mensen beter te laten paardrijden. Oh, hij is niet per se beter bezig met, hoe zeg je dat, tent. Betere scores halen, maar wel, hij kan wel echt ruiters trainen en beter maken. En dat heeft te maken voor een groot deel met de inwerking van je zit. Hè? Dus met je houding, met je balans. Dus daar heeft hij mij zeker wel in onderricht, zeg maar, op jonge leeftijd. En nou ja, toen op een gegeven moment kwam jij langs en heb jij mij daarin kunnen, opnieuw eigenlijk kunnen doen inzien wat het belang is, hoe groot de invloed is van houding en zit en balans. En dat meer is dan iets wat, het is niet onderdeel van het rijden, het is het fundament van het rijden, hè, voor mij. Dat is een beetje wat ik eruit heb geleerd. Dat ik denk, het is meer dan een onderdeel, het is het fundament. Want als ik niet in de beweging mee zit, als ik niet met mijn lichaam voor kan doen, hè, als ik niet zelf de lichaamscontrole heb om dingen voor te doen, oefeningen goed uit te voeren, dan kan ik ook moeilijk de lichaamscontrole van mijn paard vragen om die oefeningen wel foutloos uit te voeren. En dat is een beetje voor mij de motivatie geweest om te zeggen, oké, hier wil ik echt alles van weten. Hier wil ik zelf ook een expert in worden, in de zin van dat ik het wil kunnen uitvoeren zelf. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En het maakt het leven van mijn paarden een stuk makkelijker, denk ik, dat ik me daar wat in verdiept heb. Dus in zoverre is dat heel positief, denk ik. Ja, nou, en wat je zegt, het is een stukje paardenwelzijn. Of het gaat niet alleen over welzijn als in het dat het niet zielig is. Ik wil daarin een stapje verder gaan. Als wij met die paarden werken, sporten, dan moet het voor die paarden gewoon net zo leuk zijn als voor ons. En vanuit dat stukje houding zit in werking, krijg je dus veel meer harmonie. En ik vergelijk het vaak met dansen. Ik kan absoluut niet dansen, maar je wil eigenlijk gewoon de danspartner van je paard zijn. En Laurens is toevallig een man, maar er zijn natuurlijk vooral veel Amazones. Maar ik denk anno 2022 dat het toch best wel moet kunnen dat je als Amazone de leidende danspartner kan zijn. Toch? En dus van daaruit wil je dus steeds kleiner in je teugelhulpen en je beenhulpen. En steeds meer onzichtbare hulpen geven met je zit. Als jij een inwerking geeft met je zit en je paard volgt dat gelijk, heeft niemand ooit gezien dat jij dat met je zit doet. Want je neemt je paard gelijk mee. En zo kun je dus uiteindelijk tot die onzichtbare hulpen komen. Ja, zo is het natuurlijk niet gelijk vanaf het begin. Dus we gaan even een stukje werken. We gaan eventjes gewoon een stukje rijden om te kijken van hoe komen we daarbij uit. Ja, we gaan eventjes kijken van hoe is het nu. Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik nog met Laurens gewerkt heb lesgeven. Dat wou ik graag zo houden. Want ik dacht, als ik hier sta moet ik nog wel wat te zeggen hebben natuurlijk. En dus wat er meestal gebeurt als je dan weer zo'n les doet, hè, bij iedereen in het algemeen, is dat je eerst de boel een beetje moet opfrissen. Dat is heel normaal, dat je toch, je lichaam heeft een bepaald voorkeurspatroon. En als je een keer goed zit en je denkt, dat was het dan, hè, dan wil je lichaam daar toch weer steeds terug naartoe. Dus door dat steeds te herhalen wordt dat makkelijker. Wordt je gevoel daarin ook fijner, want de eerste keer dat je een houdingcorrectie doet, dan denk je, dit voelt zo raar, dat kan niet kloppen. En uiteindelijk gaat het er dus om dat je weet wanneer je recht zit. Dat is al moeilijk genoeg. Van daaruit gaat het erover dat je dus je paard niet in de weg zit. Klinkt zo simpel. Ja, je moet je paard niet in de weg zitten. Maar dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Ja, we zitten op een dier wat beweegt. Stappen, draven, galopperen, oefeningen. En ga maar eens zo zitten dat paard compleet ongehinderd zijn werk kan doen. Dat is al een kunst op zich. En als je dat voor elkaar hebt, kun je dus een beetje die beweging gaan leiden. En dan komt die harmonie.
Als ik zo hier even naar Laurens kijk, we hebben hem een streepjesvest aangegeven. Zodat iedereen goed de belijning kan zien. En als ik hem zo zie zitten, dan vind ik het wel meevallen in wat we moeten opfrissen. Als ik kijk naar de lijn van de zijkant gezien, hè, van zijn heupen naar zijn schouders, dan zit hij hier eigenlijk vrij mooi om 6 uur. Ja, misschien mag je nog trouwens een klein beetje meer tonus op je buikspieren. Daar hoef je niet heel erg voor van houding te veranderen. Maar gewoon net even een beetje de motor aanzetten in die diepe buikspieren. Van daaruit je rug lekker nog een beetje meer veren. Hand van je af. Duwende hand. Ja, desnoods je teugels een beetje korter om die hand iets dichter bij de mond te krijgen. Maar verder vind ik dit... we moeten er vandaag ook even allemaal iets sneller doorheen dan gebruikelijk. Ik vind dit op zich wel een fijn beeld. Ik heb nu niet gekeken naar het achteraanzicht. Maar daar komen we zo meteen nog wel even bij uit. Ik begin altijd graag eerst bij de zijkant. Om de opstapeling voor elkaar te krijgen. Van waaruit dat je gevoel ontwikkelt voor links-rechtsballen. Dus ik denk dat we wel een stukje verder kunnen gaan. Laurens, heb jij zelf iets waarvan je zegt van... dit wil ik even doorrijden? Ja, ik heb één oefening met hem die nog wat aandacht nodig heeft. Ik zal even mijn paard voorstellen. Dit is een 9-jarige ruin van Everdale. Imposant is zijn naam. Hij heeft ook een heel imposant voorbeen. Een imposante voorhand, zeg maar. Hij kan heel mooi bergop bewegen en heel veel expressie tonen. Hij is licht toegeplaceerd en hij doet een beetje zo... oefeningen tot en met de Grand Prix. Nog een beetje groenig. En een van de moeilijke oefeningen in de lichte tour en ook in de Grand Prix straks, dat zijn de pirouettes. En de pirouettes is iets waar ik met hem nog niet helemaal tevreden over ben. Dan moet hij nog wat in verfijnen. En dan wil ik natuurlijk weten hoe ik hem dat zo makkelijk mogelijk kan maken. Dus daar zou ik graag naar willen kijken. Oké, nou dat is leuk. Gaan we doen. Een pirouette is in die zin ook een hele leuke oefening. Als je denkt, ja, maar ik rijd nog helemaal geen pirouette, zover ben ik nog niet. Blijf dan toch even op het puntje van je stoel zitten. Want een pirouette is namelijk gewoon een opeenschakeling van galop, lengtebuiging en wenden. Ja? Dus die dingen die we nu gaan doorrijden, doornemen, ja, gebruik anders desnoods gewoon wat we nu zeggen voor je galop, voor je lengtebuiging en voor je wendingen. Misschien is het fijn om even een keer een pirouette te rijden inderdaad. Even kijken wat daar gebeurt. Ja, wat ik vaak doe is kwart pirouettes, hoeken rijden. Omdat eigenlijk een hoek is ook een wending. En die wending die kan ik flauw maken, kan de hoek afsnijden. Of ik kan zeggen van nou, ik wil heel goed de hoek in kunnen rijden. Want ik wil controle hebben over die schouders en de balans. Hè, dus de kwart pirouettes vind ik daar een hele mooie oefening voor. Ja, en wat ik hier zie, als we het dan hebben over het paard helpen. Ik zeg al, hij zit hem niet in de weg, maar hoe kunnen we dit paard helpen? Je ziet dat hij in het verzamelen naar de pirouette toe een beetje moeite heeft om zijn kwaliteit van galopperen te houden. Ja. En je wil natuurlijk die motor aan. Dus Laurens, probeer je heupen een beetje losser te houden. Je onderrug los, buikspieren actief. Dan iets meer contact met je zadel. Goed zo. Iets meer contact met je zadel en iets meer dus leiding geven over de beweging van de galop. He, je wil wel verzamelen, maar als je te stil gaat zitten... Misschien is het leuk langs om dat een keer expres wel te doen. Van, ga maar eens gewoon helemaal stil zitten en kijk maar wat er gebeurt. Nou ja, met een beetje pech... ja. Stopt hij met galopperen. Dat was een brave reactie. Ja, want dat paard is aan zijn zit. Ja, Laurens zijn galopbeweging bepaalt de galop van het paard. En als hij stopt, stopt dat paard ook. Ja, dus dat gaan we nu een beetje omdraaien. In plaats van stiller te gaan zitten, ga je net even iets actiever met een iets diepere zit. Lossere heupen. Ga je hem helpen om te zeggen, dit is de galop die ik wil. Juist. Ja, en dan iets meer buikspieren, iets meer duwende hand. Ja, teugels korter, handen voor je uit. En dan in je bovenlichaam een fractie verder naar voren. Want je tikt nu een klein beetje terug en dan is het te moeilijk om je rug lekker los te hebben om die galopbeweging te maken. Dus borstbeen een beetje naar je navel. Ik weet dat dat vooroverachtig voelt. Ja, maar geef je rug de vrijheid om die galopbeweging te maken. Nog een beetje meer. Juist.
Braaf. Juist. Ja, die was fijn. Ja, hè? Kijk, dus daar wordt het beter van. En wat zouden de meeste mensen doen? Die gaan been geven, want hij moet actiever. Been, 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 been. Heb je Laurens nou overdreven veel been zien geven? Nee. Is de kwaliteit van de galop beter geworden in dat pirouettewerk? Ja, hè? Dus het is fijner, dat is simpeler. Nou, het andere is dat je dus wil draaien. Ik ga misschien heel even, ik weet niet of je daarbij even wil stappen, Laurens. Is dat te doen? Maar eventjes. Ik ga namelijk even iets raars doen. Als mensen moeite hebben met een oefening, haal ik ze vaak van het paard af. Hè? Keertwending, pirouette, galopwissel, travers, appiëren. En dan zeg ik van, doe maar eens alsof je je benen de achterbenen van je paard zijn. En je bek, hè? Vanaf je bekken ben je ruiter. En ga maar eens je oefening lopen. En de meeste mensen weten dan echt, die raken in paniek, want die weten totaal niet meer wat ze moeten doen. Maar als je dat niet goed in je eigen systeem hebt, hoe kun je dan je paard helpen om die oefening goed uit te voeren? Dus als we nou een pirouette aan het rijden zijn, excuse me, ja, dan heb je dus je galopbeweging, hebben we het net over gehad. Ja, je hebt de beweging wat hij in de benen moet doen en je wil meezitten. Ja, en zo kom je tot een pirouette. Foto's, camera's weg alsjeblieft. Oké. Denk daar maar aan, Laurens. Ja? Want het is misschien leuk om nu een beetje te gaan spelen met indraaien van je bekken. Dat deed je net al heel fijn. Maar ook, misschien kan je een beetje kleiner en een beetje groter. Hè? Dus zeg maar een beetje grotere pirouette, minder draaien. En een beetje meer doordraaien met je eigen lichaam. En de beweging naar links maken. En daarmee bepaal je dus ook weer van ja, hoe is jouw draai? Heb je een paard wat moeite heeft om de draai te maken? Help je hem een beetje meer om te draaien? Heb je een paard wat naar binnen valt? Blijf je een beetje op die buitenkant zitten. Ja, en heel vaak is het natuurlijk zo dat je ene pirouette een beetje sneller draait en de andere een beetje moeizamer. Ja, ja, klopt. Maar goed, als je dan als ruiter weet wat je moet doen, dan kun je ook weer je paard helpen. Ja, kan je, Laurens, hem nog iets meer van je afrijden? Ja. Ja? Oké. Okay. Goed, en nou misschien eerst een keer een wat grotere pirouette. Beetje een soort kleine werkpirouette. Ja, van je af. Buikspieren, duwende hand. Ja. En als je die pirouette nu kleiner wil hebben, kun je dat gewoon met je zit regelen. En ja, blijf galopperen. Ja? Als je merkt dat de kwaliteit van de galop minder wordt, dan meer losheid, 6 uur, borstbeen een beetje naar je navel, hand iets mooier van je af, teugels korter, juist. Zo, en nu weer groter. Ja, en dan kun je nog zeggen van oké, okay, de ribbenkast van het paard moet naar rechts, anders kan die niet links lengtebuiging maken. Dat doet Laurens goed, hè? Je ziet hem een beetje op die rechterkant zitten. Want ga nu eens met je gewicht helemaal naar links zitten. Zie je? Zalt hij naar binnen. Ja, kun je je binnenbeen geven tot je een ons weegt. Ja, maar als Laurens weer goed gaat zitten, krijg je weer een veel betere pirouette. Goed zo. Oké, zullen we eens even eventjes eruit inderdaad? Zullen we eens even kijken, want dit is natuurlijk allemaal mooie stoere praat. Zullen we eens even kijken, Laurens, of je al uberstrijgend tot een pirouette kan komen. Dus zowel de verzameling er naartoe als de draai, gewoon met je hand zo ver naar voren dat je teugels los gaan. Echt nog losser. Ja, boog je je teugels. Juist. Nog losser. Nou, dat kan dus gewoon. Daar. Ja, oké, maar nou de moeilijke kant. Ja, oké, goed. Ja, maar dat betekent dus dat hij zodanig aan je zit is, hè, dat die teugelhulpen en die beenhulpen nagenoeg kunnen komen te vervallen. Ja. Oké, moeilijkere kant. Ja, ik vind de rechter pirouette, dan ga ik zelf altijd een beetje... Ja, harder zitten werken en daarmee, ik heb ook het gevoel dat ik hem daarmee een beetje in de weg zit, zeg maar. Ja, even wachten met inzet, even wachten. Want als je zo, kijk, hier kom je er naartoe waarbij dat je al een beetje in je zadel wipt.
Dus daar is het contact niet optimaal om jouw zit te kunnen gebruiken. Ja. Ja, dus heupen losser, rug losser, zitten. Iets tikje naar voren, borstbeen naar je navel. Ja, nog een keer dat lijntje eerst, nog een keer. Kan. Lijntje nog een keer. Ja, even zo schuin er naartoe. Ja. Ja, kijk, en hier heb je al iets meer contact. Heb je hier iets meer communicatie al. Nou, je hand naar voren weg. Even uberstrijgen. Vinden de mensen leuk als je dat hè, als dat lukt. Ja, uberstrijgen en draaien. En draaien. En denk maar aan het zelf lopen. Misschien je rechterschouder nog een klein beetje terug. Ja. En dan, ja, hier wil hij een beetje naar binnen vallen. Ga maar iets op de buitenkant zitten. Gewicht op de buitenkant. Oh, ik wil juist sneller draaien. Oké, dan mag je wat meer, hè? Ja. Nee, maar dan zorg dat hij niet naar binnen valt dan. Ja. Ja, dus gewicht op de buitenkant, maar de beweging naar binnen sneller maken. Snap je? Ja. Ja, ja dus daar. Ja, mooi. Goed, zo daar. Daar. Ja, en doe nu je handen echt gewoon recht naar voren. En check eens of dat dan die pirouette nog steeds kan. Als dat niet blijkt te kunnen, moeten we even doorsleutelen. Juist, mooi. Goed zo. Oké, en er weer uit. Nou, ik denk dat dit een leuk voorbeeld was. Hij kan ze gewoon. Hij kan het gewoon, ja. Natuurlijk. Ja, dit hebben we inderdaad dus niet van tevoren geoefend. Ik denk dat het leuk is als laatste paar minuutjes dat we gewoon even lekker een stukje drafwerk doen. Dat je hem lekker een keertje doorsluit. Dat je hem lekker een keertje mooi maakt. Ja. Waarbij dat we dus ook weer die hulpen gaan afbouwen. En ik had jullie gezegd van nou, ik hoop dat jullie dit echt mee naar huis nemen. Nou, ik wil eigenlijk nog een stapje verder. Ik wil kippenvel zien. Niet omdat het koud is en regent. Maar omdat jullie het zo mooi vinden. En misschien zelfs wel een paar traantjes. Nu heet mijn bedrijf Gepaard met een Lach. Maar ik weet niet hoe dat met jullie is. Maar als ik een combinatie zie die echt, echt zo mooi in harmonie is. Hè, dat je denkt van nou, dit is gewoon één lichaam wat er door de baan gaat. Hè. Ook als je aan het rijden bent. Ook als je paard echt aan je zit hebt. En je hoeft het maar te denken. En hij doet het alsof dat jouw lichaam is onder je. In plaats van je eigen lichaam. Ja, daar kan ik gewoon tranen van in mijn ogen krijgen. Dus, De druk ligt nu bij mij. Wat zeg je? De druk ligt nu bij mij. De druk ligt bij jou, no pressure. Ga maar vast een beetje beginnen. En de clinic hierna moest ik om lachen om de naam, want dat zeg ik ook altijd. En zo heet dus de clinic hierna ook van... ik zeg altijd, perfect rijden kan niemand, maar beter rijden kan iedereen. En voor wat mij betreft is je doel bereikt als dus die paarden helemaal lekker beginnen te swingen, mee beginnen te doen, hè, het leuk vinden. En als dan die lach op die ruiter zijn gezicht verschijnt, dan is je doel bereikt. Dus ik wil bij jullie kippenvel, tranen. Ik wil bij Laurens lekker die gepaard met een lach. En we gaan eens even kijken. Hè. Paard is er mooi genoeg voor. Ik zal hem vandaag een beetje proberen in te houden. Ik ga niet de tranen uitbarsten. Maar we gaan daar wel eventjes naartoe. Ja, lekker buikspieren. Hand voor, neusje mag een beetje meer eruit. Hè, dat hij ook zelf lekker die verbinding gaat maken. Juist. En dat is toch ook weer even terug naar de basis wat we hier hebben. Het is wel ver verzameld, maar het is in principe hè, gewoon je basis van je draf die je gaat sluiten. Mocht je het nou interessant vinden om te zeggen van, nou, wat, hè, ik noem mijn houdingen zit vaak de basis van de basis. Hè, en die basis van de basis, die breng je dan tot aan de top van de top. Mocht je dat interessant vinden, hebben we bij Eris een cursus ontwikkeld waar we dus heel erg basisgericht aan de basis van de houding en zit werken. Hè, zijaanzicht, achteraanzicht. Wat is nou die neutrale positie om je paard niet in de weg te zitten? En hoe kom ik daar? He, vooral dat, hoe kom ik daar? Nou, het wordt tijd dat ik mijn mond ga houden. We gaan lekker nog even een laatste rondje van Laurens en zijn mooie paard in Posant genieten. Ja. En natuurlijk, je mag best een keer doen wat nodig is. Het is niet zo dat er nooit meer een beenhulp of een handhulp, teugelhulp aan te pas zal komen. He, maar je streven is natuurlijk dat uiteindelijk gewoon lekker alles aan je zit kan.
Hè, en dat van daaruit die harmonie ontstaat. Ja, laatste rondje. En als jullie het mooi vinden, mogen jullie best een beetje applaudisseren. Daar kan dit paard tegen, heeft Laurens mij verteld. Juist. Kijk eens. Ja, ik krijg al bijna kippenvel hoor. Nou, een beetje het neusje eruit voor dat laatste beetje kippenvel. Ja, en dan in je schouders ook een beetje mee daar. Ja, dat niet alleen je hand vrij is van de mond, maar ook je schouders. Juist. Lekker hoor. Roos, wij hebben aandachtig naar jou geluisterd. Laurens, wij hebben met open mond naar jou zitten kijken. Misschien kunnen we er nog wel een klein applausje aan toevoegen, hoewel je er al heel wat gehad hebt zojuist. Dank jullie beiden. Een leerzame en een hele leuke clinic. Een clinic waarvan je een lach op je gezicht krijgt. En dat is precies hetgene waar Roos Dyson voor staat. Als u ze nog even aan wil spreken, dames en heren, ze is hier ongetwijfeld nog de hele middag te gast op het Horse Event. En daar bent u ook, daar zijn wij ook met z'n allen. En dan gaan we ons alweer voorzichtig opmaken voor de volgende clinic met niemand minder dan Patrick Kittel.